de storm. De wereld is van jou en mij. Wie houdt ons tegen? Samen arm, samen rijk. Wat ik ervan vind dat Treintje Oosthuis meedoet met het Songfestival. Ik ken persoonlijk niet heel veel liedjes van Treintje of zo, maar het is wel een leuke persoonlijkheid. Ze kan heel goed zingen, ze kan het mooi brengen. Ik zie er ook altijd op ze op de Voice. Ja, toch? Ze is een van de beste zangeressen van Nederland. Dus, ze heeft gewoon een goede stem, ze al jaren zit ze in de top. Dus ik denk, pak de kans en ik denk dat ze ook gaat eindigen. Ik vind niet de beste zangeres. Zij heeft veel ad-libs, als ik het goed heb. Dat vind ik niet de meest mooie stijl om in muziek te verwerken. Ik denk dat het Eurovisie Songfestival toe is aan iemand die wat frisser is, iemand die wat nieuwer is. Bijvoorbeeld Esmee Dentis of zo, iets in die richting, wat meer catchy muziek kan maken. Ja, hartstikke leuk. Ze doet het hartstikke mooi en ze zingt goed, dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ik denk dat ze gaat komen. Ja, laten we realistisch zijn. Nederland behaalt niet altijd de eerste plek. Tweede, derde plek zou mooi zijn. Wacht, ze is coach en assistent bij The Voice. En ze heeft veel meegedaan aan andere programma's. Dus ik zou niet inzien waarom ze niet zou kunnen winnen. Afgelopen jaren hebben we ook altijd gezegd dat we het niet gaan halen. Bleek uiteindelijk dat we toch nog tweede werden met de Common Linets. Dus het kan twee kanten op gaan. Het kan of heel goed gaan of heel slecht gaan. Ik denk het wel. Verder dan Anouk in ieder geval. Ik denk dat je beter iets bijzonders kan sturen, waardoor je meer profileert tegenover de rest. Nou, het ligt aan de tegenstanders, hè? Dat weet ik natuurlijk niet. Dus ik wacht af. Ik heb nog niet van haar bijnaam gehoord. Treintje. Treintje. Wauw. Treintje. Treintje? Treintje? Treintje. Treintje.